Breda Nu. Je weet het meteen. Breda kan het dak op. En dan zal u denken, Breda kan het dak op. Ja, dat kan. Hier op het dak van de Concordia Garage. Daar zit ik nu. Daar waar een nieuw evenement plaatsvindt, Pannen op het dak. Kun je mij daar iets meer over vertellen? Ja, Pannen op het dak is eigenlijk een 10-daags pop-up evenement. We hebben op een dak waar je normaal alleen kunt parkeren een heel restaurant gecreëerd. Maar ook een podium voor culturele activiteiten. En 10 dagen lang kun je eten en van cultuur genieten. Kun je mij vertellen waarom jullie juist voor deze locatie gekozen hebben? Nou, het was zo dat ik vaak hier op het dak parkeerde en dan rende ik naar de stad om even snel iets te halen. En als je dan teruggaat, dan heb je al betaald, dus dan moet je ook weer snel het dak af. En dan, ja, dat is zo'n mooie plek, daar zou je eigenlijk langer moeten verblijven. Maar ja, er is hier niks, het is gewoon één grote betonnen vlakte. Dus hoe kun je dan iets organiseren zodat het toch leuk is om hier te zijn? Nou, dat was de aanleiding en dit is het resultaat. Kun je me uitleggen tot wanneer het evenement precies is en wat de mensen nog kunnen verwachten? Nou, tot en met zondag 19 juni kan iedereen hier terecht. Dagelijks tussen 12 uur 's middags en 11 uur 's avonds. En we beginnen de dag altijd met een goede lunch. Er zijn allerlei hapjes die je kunt nemen. 'S Avonds is er een 3-gangen diner waarvoor je kunt reserveren. En daarnaast zijn er 's avonds allerlei culturele activiteiten. Filmvertoning, Pecha Kucha Night, De Mus, muziek. Kotango komt hier nog, dus kan nog gedanst worden zelfs. Dus er is van alles te beleven. Dus kunnen we dit evenement misschien volgend jaar weer verwachten? Dat hopen we wel. We nemen eigenlijk best een groot risico dit jaar door dit te doen. Ralf Geerts en ik, we hebben het initiatief genomen en we financieren dat ook zelf. Gelukkig hebben we tot nu toe veel reserveringen. Dus we zullen wel een heel eind uit de kosten gaan komen. Maar we hopen wel dat mensen dit zien en enthousiast van worden. En zeggen van nou, volgend jaar willen we ook een steentje bijdragen en gaan we helpen.